Bom dia, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, if you're listening, Seba en Stacia. En goedemiddag voor Nederland. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zag bij de aanmeldlijst een heleboel bekende namen, maar ook weer een heleboel nieuwe namen. En ik vond het ook heel erg leuk. Wat gaan we doen de komende anderhalf uur? Nou ja, we gaan vooral jullie enthousiast maken voor het top traineeship Bonaire. Judith gaat daar het nodige over vertellen vanuit Bonaire. Wat dat precies is, hoe het sollicitatietraject verloopt. En natuurlijk belangrijk, ze heeft twee werkgevers bij zich, naast zich. En die ga ik zo meteen ook aan jullie voorstellen. Ik kan wel alvast zeggen, dat is Bernie Elhagen, de Managing Operations Director van Fundación Mariadal. Dat is dé zorginstelling van Bonaire. En Gino Leito, hij is projectmanager van WEP. Dus zij zullen straks ook allebei een presentatie geven. Hoe ziet FM er precies uit? Wat voor trainees zoeken ze? En natuurlijk ook vanuit het water- en energiebedrijf Bonaire. Nou, wie ook aanwezig is, en daar zijn we ook heel blij mee, is Amber. Amber is Amber Hof. En Amber is de coördinator van het top traineeship in Den Haag. Dat wordt gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dus Amber zal vertellen van nou, wat houdt de rol van Binnenlandse Zaken in en wat willen wij eigenlijk vanuit dat ministerie met het traineeship? Binnenlandse Zaken is belangrijk. Binnenlandse Zaken zorgt namelijk voor allerlei praktische dingen die jullie straks, als je gaat solliciteren, als je geselecteerd wordt, nodig hebben. Zoals een verhuizing, een container, een woning voor de eerste 3 maanden. Nou, dus Amber die zal daar een en ander over vertellen. Nou, zometeen zien jullie natuurlijk allemaal in beeld. Misschien alvast, want wij willen ook best wel even weten wie meedoen vanmiddag. Wie heeft ons eerste webinar eigenlijk al gevolgd? Dus dan kan je lekker in de chat reageren. Ik zag al een paar namen. We hebben 14 augustus hebben ons eerste webinar gehouden. Toen hebben we eigenlijk een beetje algemeen verteld. He, over top traineeship en hebben we 2 hele leuke trainees naar voren gehaald. Terrence en Danique, die werken allebei bij het openbaar lichaam Bonaire. Die naam zal ook veel vallen vandaag, het OLB. Wie heeft er toen meegedaan eigenlijk? Laat eens eventjes weten. Ik ga eens eventjes naar de chat daar. Ja, Kevin Winklaar bijvoorbeeld deed mee. Zijn er nog meer mensen die meegedaan hebben aan het eerste webinar? Of zijn jullie allemaal nieuw? En als jullie zoveel mogelijk nieuw zijn, dan ga ik straks... Oh, en Kimberly Angela. Hi, Kim. Komt daarbij. Dan gaat jullie straks toch gewoon weer even heel rustig uitleggen wat het is, top, hoe de tijdlijn eruit ziet. Wat zijn de deadlines? Wanneer komen de vacatures online? En Jessie, ja, ik herinner me jou zeker. Je was er ook vorige keer. Leuk dat je er weer bent. Achter de schermen, die zien jullie niet, maar die is heel belangrijk voor ons vandaag, is Luc Weber. Luc is webredacteur bij WeConnect. En Luc zorgt ervoor dat ik te zien en te horen ben. Dat we jullie... Hi Chantal. Dat ik te zien en te horen ben. En dat alle instarts allemaal goed gaan. José Antonio van der Dijs, groeten vanuit Delft. Ik was er ook bij, het eerste webinar. Oké, kan ik me ook herinneren. Heel leuk. Ik ga eerst even iets vertellen over WeConnect. Wat wij allemaal doen. Kijk, daar is mijn PowerPoint al. Ik hou het een beetje kort. Maar voor wie echt nog nooit van ons gehoord heeft, wij zijn WeConnect. Wij zijn een educatieve stichting in Nederland en wij willen heel graag de verbinding tussen Nederland en de 6 eilanden versterken. Nou, dat doen we op een heleboel manieren. Kan ik zelf eigenlijk naar de volgende slide, Luc? Dat weet ik dan weer niet. Eigenlijk mag de volgende slide. Ondertussen praat ik eventjes door. Ja, hartstikke goed.
Oh ja, dat is het programma. Ja, nou, ik zal even nog even iets vertellen over WeConnect. Dus die verbinding, hè, die is hartstikke belangrijk. En jullie als young professionals, als afstudeerders, zijn ontzettend belangrijk daarin. Hè? Wij doen natuurlijk net als dat ministerie waar ik je net over vertelde, doen wij aan, dat heet capacity building. Wij willen jullie heel graag, zoals deze leuke trainees hier op de foto, wij willen jullie heel graag terug hebben op de eilanden. Want jullie zijn de brains. Hè? En jullie zijn de generatie die er aankomt met goede ideeën en goede zin. Jullie zijn echt gewoon heel hard nodig daar. Nou, inderdaad, graag de volgende slide. Het programma van vandaag. Ik vertel het al even. Zometeen komt Judith Brekelmans, coördinator in Bonaire. Trainee coördinator. Je kunt ook meteen vragen aan haar stellen. Daarna Gino Leito. Daarna Amber. Amber Hof natuurlijk van het ministerie. Daarna Gino Leito namens WEP, het water- en energiebedrijf van Bonaire. Die hebben ook een hele leuke presentatie en een hele mooie filmclips. Een ontzettend leuk bedrijf om voor te werken. En dan natuurlijk Bernie Alhagen van Fondation Maria Dal. En jullie kunnen te alle tijden in de chat vragen stellen. En natuurlijk ook na afloop. Ja, we mogen naar de volgende slide. Nou, wat doen wij? Ik zei het al even, activiteiten voor en met jullie, de eilandskinderen. We zijn in hoge mate een netwerkorganisatie. Dus ik zeg altijd, volg ons op Facebook, want we doen een heleboel. Nou, daar horen natuurlijk altijd leuke meetups bij, met drinkjes en snackjes. Wij vormen denktanks. Stel je voor bijvoorbeeld voor UNESCO of UNICEF, die maken allemaal beleid voor de eilanden. Nou, als je het nou leuk vindt om daarover mee te denken. Bijvoorbeeld, hoe komen jongeren in Bonaire de coronacrisis door? Een hele actuele vraag. Nou, meld je dan even bij ons, want wij zijn altijd op zoek naar Caribische professionals in Nederland die daarover meedenken. En het is hartstikke goed voor je cv. We zetten ook studenten in de spotlight. Dat doen we via interviews. Als je denkt, nou, ik heb gewoon een heel leuk verhaal. Het hoeft helemaal niet te zijn dat je heel succesvol bent, hè? Als student, maar ik heb een leuk verhaal. Nou, benader ons dan ook even. Dan zetten we de spotlight op jou en zetten we jouw interview op Facebook. En daar is ook Virginia uit Eindhoven. Oké, nou, de volgende slide. Ja, de WeConnect Works website is goed om te bezoeken, goed om je in te schrijven. Daar zitten inmiddels zo'n 150 eilandskinderen in met cv's. Dus als je denkt, nou, ik ben gewoon serieus, ik wil heel graag mij ook aanmelden, hè, voor ik ben beschikbaar, ik wil graag op Curaçao of Aruba, Sint Maarten, ik wil iets doen, schrijf je dan bij ons in. En volgens mij is dat de laatste slide en zijn daar mijn contact. Oh ja, onze vacatures, nou, van alles, zoals je ziet. Ja, vrij veel juridisch, worden veel benaderd door het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof. Het zijn altijd best wel startersfuncties. Hè? Dus ja, natuurlijk altijd fijn als je een beetje werkervaring hebt. Maar wij gaan niet voor de banen van minimaal 8 jaar werkervaring of zo. Dat is niet onze core. Dus het is echt gericht op starters. Mental health, opvoedingsondersteuning, maar ook zeker financiële dienstverlening. Nou, en bij het openbaar lichaam Bonaire, daar zullen jullie zo over horen. Zijn mensen die bestuurskunde hebben gestudeerd, mag ook een andere studie zijn, maar die helemaal, zijn van harte welkom. Dus ik denk dat ik, ja, dat is natuurlijk ons Facebook, ja, hartstikke leuk. Nou, ons Facebook en dit zijn mijn contactgegevens. Je mag ook lekker mijn telefoonnummer opslaan in je mobiel. Het staat hier door naar Pam, maar we gaan natuurlijk nu door naar Judith. Dus ik ga, dit was WeConnect. Ik ga het woord geven aan Judith. Nou, dat is Judith Brekelmans. Ik denk inmiddels best een bekend gezicht voor veel mensen. En Judith en WeConnect werken al 3 jaar samen aan het Top Traineeship. Ja, daar is ze. En Judith doet dat vanuit Bonaire. Wij doen dat vanuit hier. Ze komt hierheen, vertelt ze je allemaal meer over. Judith, the floor is yours. Wow, ah wel, panos, bon dia, bon bini. Bon bini te kere is met een kost, pero ja, voor jullie is het bon tardi. Ik zit hier samen met ook een van de werkgevers die jullie straks gaan horen, maar hij is nu nog niet in beeld, in een soort van kamertje. En het is heel erg jammer dat we de buitenkant niet kunnen laten zien, want we zitten in het alleroudste stukje
van Fundació Maria Dal, waar het ooit begonnen is, convent. Dus het is heel toepasselijk. En ik mag hier vanuit deze plek het webinar doen. Ik ben Judith, volgens mij de meesten kennen jullie al. Ik werk al heel lang samen met WeConnect. Voor BZK doe ik het top traineeship dit jaar voor de 4e maal. En dat betekent dat ik mij mag bemoeien met misschien wel jullie als potentieel kandidaat. Tot aan eigenlijk dat mensen 2 jaar lang hun traineeship op Bonaire hebben gedaan. En ik hou me echt met van alles en nog wat daar bezig. Dat doe ik samen met mensen hier op het eiland, waaronder Pam Everts. Pam is heel erg de coördinator vooral van het leertraject. Dus alle cursussen en trainingen die worden aangeboden, zowel in het traineeship als op het eiland zelf, voor wat wij altijd noemen de zittende ambtenaar, oftewel de mensen die hier al wonen en werken en inderdaad besluiten om toch aan zo'n leerproject mee te doen. Ja, en ik kom naar Nederland 23, 24 september. De uitspraak eis en wederdienende of niet en wederdienende is misschien niet van toepassing, maar wel altijd COVID-19. We gaan er positief van uit. Het lijkt er allemaal te doen. En ik hoop jullie echt te zien in Utrecht en in Den Haag. Ja, dat is 24 september. Ja, ik wil Judith zo vragen om te starten met haar PowerPoint-presentatie. Maar misschien eerst eventjes, Luc, eventjes een warmmakertje Bonaire. Dus Stefan Kogelman, heel aardig, heeft een heel leuk clipje gemaakt over Bonaire. Dus die wil ik even laten zien. En daarna komen we terug bij Judith. Ja, dan krijg je toch wel enorme zin om naar Bonaire te gaan als je dit ziet. Judith, wilde jij nu met je PowerPoint beginnen? Of wilde je dat ik eerst nog even Amber wat langer voorstel? Nee, ik kan met de PowerPoint beginnen. En jullie doen de techniek, hè? Dus kom maar op. Even kijken. Ik ben op zoek. Nou, dit is openbaar lichaam. Prachtig, een heel mooi gebouw, Pasangram. En openbaar lichaam biedt inderdaad ook traineeplekken aan. Ik ben op zoek naar mijn PowerPoint, Luc. Ja, dit is jouw PowerPoint, maar dit is dia 7, zie ik. Dus we moeten eventjes naar
Juist. Het was wel een heel mooi plaatje. Het was wel een heel mooi plaatje, dat wel. Het plaatje wat jullie net zagen was trouwens Pasangrang, een van de oudste gebouwen op Bonaire. En vanuit daar hebben we altijd bijvoorbeeld de eilandsraadvergadering. En die kun je vergelijken met de gemeenteraadvergaderingen. En voor de romanticus onder ons, je kunt daar ook trouwen. Prachtige trouwlocatie. Toptrainee Bonaire dit jaar. Eerste slide, nou heel duidelijk. Talentontwikkelprogramma, daar staat top voor. We zoeken talenten. Talenten die zich willen ontwikkelen en mee willen doen in ons programma. Mag de volgende slide. Welkom. Nou ja, dit hebben we gehad. Dit ben ik. Nog een mooi plaatje van Bonaire en het logo. En daaronder staat HR Consultant. Dat klopt. Ik doe van alles, ook voor top. Ik werk voor en met bijvoorbeeld inderdaad het OLB en Fundus van Mariado. En het heeft eigenlijk altijd te maken met mensen en werk. Dus dit past er heel mooi in. Ja, kennismaking toptrainee 2021-2023. Door COVID zijn we een beetje onze tijdlijn hebben we opgeschoven. En deze keer beginnen we dus in februari. Werkdatum, startdatum is 1 februari 2021. Het lijkt science fiction, die datum, als je hem zo ziet. Maar het is heel dichtbij. Toptraineeship. Wat is het? Daar gaan we het over hebben. Voor wie is het en wanneer is het? Nou. We gaan het samen even bekijken en ik ga jullie daar doorheen slepen. Mag je naar de volgende doek? Ja, dat kan je hier zelf doen. Kan ik het hier zelf doen? Ja. Oh, wat fijn. Nou, sorry. Ja, dit is als digibate. Vraag mij dus niet voor de mensen die nu luisteren en kijken. Don't ask me anything. Ik ben heel erg blij. Komen straks op. Volgens mij zoekt het OLB een ICT'er. Zo blij mee. Kennismaking top trainee. Oké, er zijn een aantal randvoorwaarden. Je moet je HBO-WO-diploma behaald hebben op het moment dat je in het vliegtuig zit naar Bonaire. En het liefst eigenlijk nu al. Het hebben van een diploma is een harde voorwaarde voor het programma. En helemaal als we bijvoorbeeld kijken naar overheidsinstanties. Bijvoorbeeld de OLB, geen diploma, heel vervelend, kan je dit jaar niet meedoen. Caribische roots, Papiamento beheersen. Vooral geen Papiamento beheersen, ja, Caribische roots ook. Want het programma is natuurlijk 5 jaar geleden gestart met alleen een leertraject. 4 jaar geleden met een traineeship. En waarom? Om het ambtenarenapparaat te versterken, zoals dat dan zo heel mooi heet. Maar we zien veel jonge mensen van de eilanden vertrekken. We zien daar niet genoeg mensen terugkomen. En vooral als ik even kijk naar Bonaire, hebben we juist getalenteerde, gepassioneerde mensen, HBO-WO-diploma's nodig om samen te werken aan een nog mooier, nog beter, slagvaardiger, daadkrachtiger Bonaire. Ja, dan zie je woorden, leergierig, flexibel en houdt van uitdaging. Soms zie je dat staan in een advertentietekst en denk je waarschijnlijk, het zal wel. Maar in deze wil ik je echt zeggen, het is echt belangrijk. Je komt naar hier, na een tijdje in Nederland geweest te zijn, op een Bonaire wat klein is. Kleiner, niet in oppervlakte, maar kleiner in aantal mensen. En misschien ook kleiner in misschien wat manier van denken. Dus op het moment dat jij hier helemaal hip naartoe komt, om bijvoorbeeld te gaan werken, ik noem maar even, in een OLB. Het klinkt misschien wat cliché, maar goed, in ambtenaren. Orgaan, dan zul je merken dat je misschien geremd gaat worden, dat het allemaal niet zo gaat zoals je wil of gewend bent. Die flexibiliteit en daar de uitdaging van zien is nodig. Zo leergierig heeft alles te maken met het programma. Je komt daar niet alleen maar 2 jaar om te werken, maar je komt ook 2 jaar om deel uit te maken van een lerende, jonge, dynamische community. Dus in het sollicitatietraject gaan we echt ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om bij te dragen op allerlei manieren. Die zichzelf willen ontplooien en ontwikkelen door mee te doen aan 2 jaar lang allerlei trainingen. Die heel vaak gaan over persoonlijke ontwikkeling. Maar die ook een stukje kennis en kunde meebrengen. En dan kijken we vooral naar bijvoorbeeld beleidsschrijven, overheidsfinanciën. Communicatievaardigheden, daar kun je natuurlijk je voordeel mee doen. En je hebt 2 jaar lang echt, zeker maandelijks, allerlei trainingen. Dus als je solliciteert voor top,
Solliciteer niet alleen maar voor een leuke baan, 2 jaar, die jou in een veilige omgeving leert ruiken en snuffelen, je kennis te delen, maar vooral ook heel veel te leren qua werk, maar ook echt deelnemen aan een community van young professionals. 2 jaar geleerd werd, heb ik gezegd, je gaat dus verschillende opdrachten uitvoeren binnen 2 jaar, afhankelijk van werkgever en afhankelijk van achtergrond van studie. Als jij bijvoorbeeld een ICT'er bent en je zou bij het openbaar lichaam terechtkomen, dan ben je wel dedicated voor de afdeling ICT. Maar jouw opdrachten zijn natuurlijk heel OOP breed. Ik kan me voorstellen als je een algemenere opleiding hebt, dat je als beleidsadviseur aan de gang gaat en dat je de verschillende directies of de verschillende afdelingen fysiek echt een ander bureau, andere collega's. Gaan we weer. Leergierig, flexibel, je houdt van uitdagingen. Eerst ging het lekker, dan kom je echt, oh, gaat niet zo goed. Coaching en training hadden we het over, vooral de trainingen, de activiteiten gedurende het traject. En je krijgt dus inderdaad 2 jaar lang een coach, een persoonlijke coach, los van ik die helpt met hand- en spandiensten en altijd een luisterend oor. Maar je krijgt een professionele persoonlijke coach, ook weer om jou 2 jaar lang bij te staan in je eigen groei en ontwikkeling. Dingen waar je tegenaan loopt op de werkvloer die anders zijn dan verwacht. Of waar je misschien over wil sparren en praten. En al gezegd, de daadwerkelijke start op Bonaire is 1 februari zit jij dan op Bonaire met een laptop, computer, in een kantoor. Vast niet zo flitsend misschien als in Nederland. Ofwel, web is bijvoorbeeld prachtig. Maar het kan ook zo zijn zoals waar ik hier zit. Hey, maakt niet uit, als de organisatie maar geweldig is. Ga kijken, volgende slide. Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat? Ja! Yes, 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 yes. Tijdlijn top traineeship. Nou, dat is best wel heel erg belangrijk. En als je goed kijkt, dan zitten wij namelijk al in die tijdlijn. Want ergens zie jij staan, een webinar, 9 september. Vorige was een maand geleden, 3 weken. We zitten nu op de webinar 9 september. Dit is het webinar waar vooral we ingaan op werkgevers die we tot nu toe hebben. En die enthousiast gaan vertellen waarom het leuk is om bij hen aan het werk te gaan en wat ze te bieden hebben. Dan ga ik dit keer de TUI in. In plaats van KLM kom ik naar Nederland en dan hebben we 2 sessies, informatiesessies op 23 en op 24 september. En ik hoop echt jullie en of spread the news, kijk op website, neem mensen mee, meld je wel van tevoren aan. Superbelangrijk deze keer. Mensen die ons kennen weten, we zijn hartelijk en kom erbij. Maar COVID, beperkte ruimte, de afstand, het moet wat strakker wat dat betreft. Dus alsjeblieft, volg de website, volg allerlei andere dingen. Tanja gaat je daar naar heen lozen, maar meld je aan. Maar wel spread the news, want hoe meer mensen dit horen en weten, hoe meer mensen bij Bonaire een kans willen geven, maar ook terug kunnen halen, want dat hebben we heel erg nodig. 23 en 24 september dus. Dan is ook ongeveer gelijktijdig staan de vacatures op de website van Top. Als je naar de website van Top gaat, zie je dan de vacatures, de opdracht online staan. Je ziet welke werkgevers er meedoen. Wat er toch gevraagd wordt aan opleiding en achtergrond en wat in elk geval in eerste instantie de startopdrachten inhouden. Want traineeship is meerdere opdrachten doen in 2 jaar en we kunnen natuurlijk niet nu al 2 jaar neer gaan zetten op een website. Bovendien is het ook heel erg belangrijk, wat neem jij zelf mee? Misschien ziet een werkgever na verloop van tijd, maar hier is hij of zij hartstikke goed in en ook weer flexibiliteit. Het is een beweging waar je in zit. Je gaat online solliciteren. Dat gaat via de website, via formulieren die je in moet vullen. Bijlagen die je op kunt loaden. Je cv, je diploma's, et cetera, et cetera. En dan is er een sluitingsdatum. En ik ga heel even spieken. Die sluitingsdatum is 5 oktober. Dus 5 oktober is ongeveer de laatste dag. En dat is wel typisch Bonaire, hè? Zo'n uitdrukking. Ongeveer de laatste dag. Nee, stel je voor, je hebt goede redenen om de 6e pas, tuurlijk, nemen we je mee. Maar hou wel vast, 5 oktober gaat die inderdaad gesloten worden.
Dan gaan we hier met ons team natuurlijk al jullie brieven lezen, jullie motivaties lezen. Belangrijk, je motivatiebrief mag van mij in elke taal waar jij je goed in kunt uitdrukken. Ik maak wel een opmerking. Als je kiest voor het Nederlands, check hem even. Als je kiest voor Papiamento, misschien wel dubbel, check hem even. Engels kan ook, even bij deze. OLB is niet al te blij met Engelse sollicitatiebrieven of motivaties. Maar nogmaals, als dat de taal is die het dichtst bij je hart ligt, waarom jij ons uit kunt leggen, waarom jij nou naar Bonaire moet komen, doe dat wel, alsjeblieft. Ik vind dat heel belangrijk. Dan kom ik weer naar Nederland. Waarschijnlijk dit keer dan met KLM. Je gunt ze alle twee wat. En dan hebben we vooralsnog nu 3 weken gepland voor persoonlijke gesprekken. Dat zal ook weer wat anders gaan dan de vorige keren. Altijd weer in een veilige setting en veilig gelet op COVID. Maar in principe de tijd tussen 12 oktober en 31ste of 1 november, die is belangrijk om te weten. Want als je uit de briefselectie komt, gaan we je uitnodigen voor een gesprek. Je zult altijd 2 gesprekken krijgen als je inderdaad tot aan het eindstadium komt. We hebben een eerste gesprek, we willen je echt leren kennen. We gaan ook kijken of dat matcht met de werkgever. Het is niet altijd dat als je niet door die eerste ronde komt, dat je geen goede kandidaat bent. Maar we hebben een beperkt aantal plekken. We zoeken, en niet alleen wij, maar de werkgever zoekt ook een bepaald, noem het maar even, type kandidaat. En dat kan soms even een mismatch zijn, maar dat wil niet zeggen dat je geen ruimte hebt om op Bonaire te komen werken of op de eilanden. Dat wil ik nu alvast meegeven. En ook als je een afwijzing zou krijgen, zullen we dat altijd onderbouwen en gaan we daar ook echt heel zorgvuldig mee om. Want wat wij willen is namelijk jullie allemaal gewoon terug hebben op de eilanden. En sorry to say so, liefst op Bonaire. Dat is de tijdlijn. Dan uiteindelijk hoor jij dus, ja, we gaan het doen, ja of nee. Prachtig, we hebben ze hier nog op een lijstje. Dus die laatste datum, de streefdatum om inderdaad de knoop door te hakken, ja of nee, is die 30 oktober. Op het moment dat je, zeg ik altijd, echt gaat solliciteren, dan spring je op de trein en die trein die gaat rijden. Op het moment dat je hoort 30 oktober, moet je eigenlijk al bezig zijn met inpakken en weggaan. Want dan gaat het snel. Daarnaast komt daarna die 30 oktober komt er nog een info-sessie. Bij BZK was het, maar oké, COVID, geen idee. Maar een info-sessie, hoe verder met verhuizen. Ergens half januari zit jij op dat vliegtuig hier naartoe. We hebben hier altijd 2 weken om jullie te helpen met inschrijving bij het OLB, de zorgverzekering, het certificaat regelen, leuke dingen te doen, je een beetje kennis te laten maken, zodat je wel al een beetje geland bent en gesetteld als je op Bonaire komt. Dat is top trainee. Ja, Tanja, ik kan er niets mooiers van maken. Dit was het. Goed. In de vogelvlucht. Dat is heel goed. Jij zou ook nog kort iets vertellen, Judith, over de werkgevers. Misschien eerst eventjes het openbaar lichaam, want daar hebben we ook een kort filmclipje van. Even kijken of Luc het kan vinden van het openbaar lichaam, het filmclipje. En dan gaan we daarna terug naar Judith. Ik zie dat je iets over je tijd heen bent, het openbaar lichaam. De komende 10 jaar gaat de bevolking van Bonaire onstuimig groeien. Van 20 tot 35.000 inwoners. Openbaar lichaam. Ik geef Judith het woord terug. Is ook al een vraag van Kimberly.
over de sollicitaties. En we moeten een klein beetje de tijd in de gaten houden. Ja, we gaan de tijd in de gaten houden. Kimberly, uiteindelijk komt er een adres, info@topbonaire.com, waar de sollicitaties naartoe gaan en waar ook op de website van Top alles staat om online te solliciteren. Dat kan dus nu nog niet, hè? Dat gaat nog komen. Openbaar lichaam Bonaire. Dat is zeg maar het overheidsapparaat, het lokale overheidsapparaat. Ja. Even, ze vinden het niet leuk, maar ik vergelijk het wel zo. Ja. De gemeente, de gemeente van Bonaire. Sorry. Ha, Luc, kan de PowerPoint van Judith misschien weer teruggehaald worden? Praat maar verder hoor, over het openbaar lichaam. Okay, ja, ik praat verder, want ik heb hem oldschool lekker naast me uitgeprint. Openbaar lichaam is een van de partners van BZK die meedoen aan dit project. En zoeken elke keer weer net wat andere profielen, naast altijd algemene profielen. En als ik het heb over een algemeen profiel en je denkt aan werken bij een gemeente, dan denk je bijvoorbeeld al heel snel aan bestuurskundigen. Dus mensen die bestuurskunde hebben gestudeerd, bij deze altijd interessant. Dit jaar specifiek wordt er gezocht naar iemand ICT, bij voorkeur een WO-achtergrond. Veel kennis van netwerk en systeembeheer. En hij is wat anders dan anders in de zin van, je mag best al 2 jaar werkervaring hebben. En dat heeft te maken met de opdrachten en de omschakeling binnen OLB. Dus deze is dit keer bij uitstek geschikt voor als jullie mensen weten of je doet, je luistert nu en je denkt, ik werk al een jaar of ik werk al 2 jaar binnen IT. Dit is je kans. Een jurist, WO, openbaar lichaam, communicatieadviseur, bij voorkeur ook WO, maar geen harde eis. En een hele leuke civiele techniek. Civiele techniek HBO. En dat is dan dedicated in eerste instantie voor de afdeling RNO, ruimte en ontwikkeling. Kijk vooral als je interesse hebt in het openbaar lichaam op een website. Nee, die website is niet flitsend, is niet mooi, maar geeft wel een beeld. Leuk detail, de website gaat gefixt worden door een toptrainee die nu klaar is met zijn toptraineeship. Kenneth gaat helpen om intranet en de website een beetje in een nieuw jasje te stoppen. OLB, het ambtenaarapparaat. Soms gaat het wat traag en in één keer soms verrassend snel. Het is overheid, er heerst wat hiërarchie. Verspreid over diverse gebouwen in het, op het eiland. Dus je hebt, als je inderdaad als algemeen beleidsadviseur aan de gang gaat, werkelijk fysiek, dat je misschien één keer aan de ene stuk van Kralendijk zit en de andere keer aan het andere stuk. Eén keer in een heel mooi prachtig pand wat we net zagen. En aan de andere kant dat je denkt, oké, dit is een soort van, nou, als mijn computer het maar doet. Aardige mensen, lieve mensen, gemiddelde leeftijd, van alles. Maar ook op dit moment best wel wat ouder. Een leuke club om voor te werken. Als je echt je voorkeur hebt voor werken binnen de overheid, lokaal, gemeente, provincies. Zeker aan denken aan het OLB. Meer informatie komt dus op de website van Top Bonaire. Ja. Even kijken, vraagje Judith van Dairenne. Die vraagt, oké, hoe hard is die eis, jurist WO? Kun je ook als jurist WO is tamelijk hard. Oké. Oh, klinkt dat streng. Sorry, ja. Mocht het anders worden, want daarom is het belangrijk. Als je interesse hebt, blijf ons volgen. Blijf Tanja volgen, blijf ons volgen. Alle dingen die eventueel gaan veranderen of geüpgrade worden, dat komt echt allemaal ook op de website te staan. Vooralsnog is mijn informatie jurist WO. Ja, oké. We gaan door. Ja, misschien is het ook goed dat bij deze sessie Bernie Elhagen aanschuift. Hij zit naast je, Judith. Maar misschien kun je pas iets vertellen over FM. Mag ik wat vertellen? En dan komt Bernie. Bernie gaat hem vertellen. Heel goed. Bernie zegt, ik doe het goed. Nee, Bernie gaat het zelf doen. Ja. In ieder geval, FM is de zorginstelling van het eiland. Hè? We hebben wel alvast wat facts en figures. Vertel maar.
Oké. Okay. Oké, Bernie is nog heel even bezig, die gaat er zoeken. Oké, FM. Een instelling waar ik zelf trouwens werk als klachtfunctionaris, dus een beetje thuiswedstrijd voor mij. Het is de grootste werkgever van het eiland. Het heeft iets meer dan 600 medewerkers, dat kunnen jullie lezen. En het is het ziekenhuis. Maar Foundation Mariadal is een stichting en heeft niet alleen maar het ziekenhuis. Foundation Mariadal is ook alle apotheken, de boutique. Het heeft een eigen academy, Foundation Academy, waar de opleidingen verzorgd worden voor bijvoorbeeld verpleegkunde. En diverse verpleegverzorgingstehuizen, waarvan de grootste Castiquido is, wat veel mensen op Bonaire kennen. En dat eigenlijk geschakeld staat aan het ziekenhuis. Nou, wat doen we? Alles wat eigenlijk een streekziekenhuis doet en een beetje meer. Want heel belangrijk is, als je kijkt naar de zorg, misschien leuk om te weten, wij hebben veel te maken met ook mensen naar het buitenland transporteren. Omdat we niet alles zelf kunnen. En dat gaat dan inderdaad via Air Ambulance. Er zijn al 2 keer, dus nu al 4 jaar lang, trainees aanwezig binnen FM. Dus ze zijn zeer ervaren in het bieden van een trainee werkplek. Ja, en ik zie nu dat Bernie is in beeld, voor mij althans. Hij is aangeschoven. Hij gaat het overnemen, hoor. Nee, hij gaat het overnemen. Ik weet niet eens waar je bent gebleven. Ja, je was toch heel goed bezig. Van mijn kant ook een goedemorgen aan jullie allemaal. Volgens mij is het goed. Bernie, kun je iets dichter bij de microfoon gaan zitten? En jullie microfoon uitzetten en dan doe ik mijn microfoon. Ja, dan klinkt er een echo. Ja. Heb je je microfoon uitgedaan? Ja? En horen jullie mij nu? Nog ietsje harder. Horen jullie mij nu? Ja, maar je mag nog ietsje harder praten, iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Dat, volgens mij moet het nu toch goed zijn, of niet? Is het wat beter? Ja. Ja? Ja. Ja, dus, nee, ik zei net van, even niet waar Judith gebleven is, maar in ieder geval, goedemiddag van mijn kant ook aan jullie. Het is nog steeds goedemorgen, bon dia bij ons. En zoals jullie weten, als het wat later wordt, na 12 uur is het bon tardi. In ieder geval, dus Tanja heeft al een inleiding gedaan van wat Foundation Mariadal voor staat. Het is de zorginstelling van Bonaire. In de zin van dat wij vrijwel alle zorgproducten hier aanbieden. Behalve misschien wat kleinigheden die door anderen aangeboden worden. Maar je hebt op 1 plek in Bonaire. En op een toch vrij groot oppervlakte, voor wat betreft Bonaire, heb je alle zorgproducten die wij aanbieden, heb je op een plek. Dat is van acute zorg tot hospitaal, verpleeghuis, operatiekamers, dialyse. Judith, als ik wat vergeet, moet je ook erbij zijn. Maar het is vrij veel. Er bewegen hier... ongeveer 800 mensen, waarvan niet allemaal wel mensen die in dienst zijn van Mariadal. In dienst is ongeveer 600. En daar komen nog allerlei mensen, onderhoudsexperts, specialisten, etc. bij. En het maakt ervan dat wij ongeveer 800 mensen in beweging hebben op Foundation Mariadal. Het is ook meteen, als het gaat om... ik noem het single organization, is dat de grootste organisatie van Bonaire. Met een begroting van om en nabij 70 miljoen is dat ook qua begroting de grootste. Als werkplek is het, ik denk niet dat Judith dat heeft gezegd, is het een plek waar jij je moet voorstellen dat het grootste gedeelte is natuurlijk... het verpleegkundige gedeelte en het medisch gedeelte. Dat is het grootste gedeelte van deze organisatie. Er komt wel nog het gedeelte van ondersteunende diensten erbij, maar dat is zo'n beetje 25% van de organisatie. Judith had aangegeven dat jij je moet voorstellen als je komt werken op Bonaire, dat je vooral moet uitkijken voor dat je niet veel vrijheid krijgt om
via je creativiteit of om je kennis en je ervaring tot uiting te laten komen. Ik moet dat voor wat betreft FM, moet ik jullie daarin teleurstellen. En ik wil het met klem zeggen, als jij iemand bent, je voelt jezelf iemand die aangestuurd moet worden elke dag om iets te presteren, dan kom niet naar FM. Dus ik herhaal het, als jij denkt dat iemand bent zonder initiatief, niet creatief en die elke dag sturing nodig heeft om te presteren, dan moet je niet naar FM komen. Want wij hebben een andere filosofie als het gaat om professionals. Wij geven 100% vrijheid dat jij tot uiting kan komen qua je kennis en qua klein beetje ervaring wat je hebt, maar vooral qua resultaten die je wilt bereiken, zowel voor FM als voor jezelf carrière-wise. We hebben ervaring met trainees. We hebben 5 trainees aangenomen. Ze hebben hun traineeperiode doorlopen. 3 ervan hebben na 2 jaar traineeperiode hebben ze een vaste dienst gekregen. 2 ervan die hebben na een periode van 1 jaar hebben ze een echte functie binnen FM gekregen qua trainee. Dus ze zijn geen trainee meer. Ze doorlopen wel nog steeds topprogramma en traineeprogramma samen met anderen bij Judith. Maar binnen FM zijn ze geen trainees meer. Ze zitten volledig in hun functie. En de reden waarom is niet alleen hun eigen goede bijdrage wat ze hebben gehad, maar vooral de filosofie van FM. En dat is dat wij jou zo snel mogelijk, wij geven jou de kans om zo snel mogelijk een echte professional te worden. Dus dan moet ik met klem aan jullie doorgeven, waardoor straks als je een keuze wil maken en je maakt een keuze voor FM, dan weet je wat je te wachten staat. Voor de rest, als het gaat om waren wij op zoek naar zeer specifiek een gezondheidswetenschapper. Jullie zien maar lezen, maar ik weet het ook op mijn hoofd. Goed. Kijken of het niet. Of ik het nog goed kan herinneren. De gezondheidswetenschapper is, zoals ook andere functies binnen FM, is niet een functie waar jij zegt specifiek alleen maar hetgene wat je in de boeken hebt geleerd in je studie dat uiting moet brengen. Maar je moet proberen om binnen de kaders die wij aangeven, om bepaalde toepassingen te ontwikkelen binnen FM. Waar wij nu specifiek op naar zoek zijn, is dat een gezondheidswetenschapper binnen ons bestuursbureau gaat functioneren, waar de gezondheidswetenschapper aan de hand van data, zowel data mining als evaluatie en verdere toepassing, kan komen tot het creëren van zowel managementinformatie als informatie voor specialisten, zodanig dat wij dus de kwaliteit van zorg aan de hand van die informatie verder kunnen verhogen. Dat is 1 van de gebieden. Een tweede gebied is dat je aan de hand van zeer moderne toepassing van data kan komen tot een verdere opzet van onze kwaliteitsgebeuren. En dat is zowel algemeen binnen FM als dus voor de specialisten. Ik weet niet of het nodig is dat ik even uitleg dat wij qua specialistische medische service, dat wij een jumelage en samenwerking hebben met Amsterdam. Academisch ziekenhuis Amsterdam. IOMC tegenwoordig heet het. En dus dat je dagelijks precies dezelfde specialistische service krijgt als in Amsterdam. Dus alle specialisten hier, die zijn gewoon dagelijks onderdeel van hun afdeling. En ze worden ook aangestuurd door een afdeling. Dus als we het hebben over een opzet van toetsing van hun kwaliteit, dan
dan hebben wij het over. Dus iemand die qua gezondheidsspecialist, of wetenschapper, samen met hun een platform gaat opzetten waar zij dagelijks hun kwaliteit kunnen toetsen. Het is veel ingewikkelder dan dat ik het nu even in het kort zeg, maar je krijgt alle vrijheid om samen met de specialisten aan de hand van best practices en maar ook aan de hand van je eigen kennis zo'n platform op te zetten. Dus even in het kort wat we voor de gezondheidswetenschapper in petto hebben. Als het gaat om de andere functie waar wij expertise zoeken, is waarvoor wij expertise zoeken, is informatie/communicatiespecialist/PR specialist. Dit is Bonaire. De organisaties zijn zodanig dat jij je niet kan veroorloven om alleen maar één ding te kunnen, zoals in Nederland. Je moet als bijvoorbeeld informatiecommunicatiespecialist moet je ook andere terreinen kunnen bestrijken, zoals bijvoorbeeld ICT, in de zin van met de modernste technologieën communicatie kunnen bedrijven binnen FM, maar ook meedoen aan de toepassing van informatietechnologie in zorg. Dus dat moet je kunnen. Dus als jij, als een van jullie denken of zo'n persoon te zijn, dan hadden we graag dat je de keuze maakt om naar FM te komen, maar we hebben zo'n toepassing hebben we hard nodig. Je zou dan, als jij interesse hebt en voor FM kiezen, zou je terechtkomen of zal je terechtkomen in een afdeling welke een rare naam heeft, maar het is wel een gevalideerde naam en dat is HIT and I, staat voor Health Information Technology and Innovation. Dat is de afdeling waar je dus onderdeel van zal worden. En het is een gevalideerde naam voor zo'n afdeling. Maar dat houdt echt heel erg veel in. Ik wil niet zo verder over uitweiden. Ik denk dat ik daar al voldoende informatie over heb gegeven. Ja, Bernie, mag ik iets vragen? Ik vraag me af, hoe hebben jullie het geregeld binnen FM met de begeleiding op de werkplek? Hoe goed worden de trainees begeleid? Want het zijn geen stagiaires. Het zijn eigenlijk bijna al volwaardige werknemers. Onze begeleiding komt overeen met hetgene wat je als laatste hebt aangegeven. Het zijn bijna volwaardige werknemers, professionals noem ik ze. We hebben zowel directe als indirecte begeleiding. De vijf trainees die we tot nu toe hebben gehad, hebben het als heel prettig ervaren dat ik de algemene begeleiding doe. En dat onafhankelijk van welk terrein ze terechtkomen in FM. Dat ik dus die algemene begeleiding soms ook een beetje verdiep naar specifieke begeleiding. Waar ik dus steeds in gesprek met hun help om hun kennis en ervaring tot uiting te laten komen binnen FM. Wij doen niet aan babysitting. Het moet heel erg duidelijk zijn voor de trainees. Wij geloven daar niet in. Wij denken dat mensen die aan hun hand geleid moeten worden, dat zij geen goede professionals zullen worden in hun leven. En als ze het toch even overleven, bijvoorbeeld Mariadaal, dan zullen ze voor hun verdere leven altijd problemen hebben als professionals. Dus die begeleiding is zowel in de algemene zin als specifiek. Maar ga niet denken dat wij je gaan babysitten. We zijn zeer streng voor onze trainees. We zien ze niet eens als trainees. We zien ze als volwaardige professionals en we denken dat zij gewoon als volwaardige professionals moeten meedoen aan de organisatie FM. Oké, bom. Zullen we het voor dit moment even hierbij houden en jullie blijven bij ons? Dan wilde ik eigenlijk eventjes het woord geven aan Amber en daarna gaan we naar Web. Dus Bernie, voor dit moment voldoende. Ik zie iemand die gezondheidswetenschappen heeft gestudeerd. Zie ik in de chat. Dus ik stel voor dat we FM eventjes pauzeren. En dan wilde ik graag Amber het woord geven
Amber Hof van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Amber die komt eraan. Amber die gaat iets vertellen over ja, waarom doet een ministerie zoiets als een traineeship? Hè? Wat is de motivatie? Wat is de bedoeling? Amber gaat ook iets over zichzelf vertellen. Ik hoop dat ze zo tot ons komt. Oké, ja, Amber is bezig weer bij ons te komen. Wij kennen Amber eigenlijk net, is misschien wel leuk om te vertellen. Het is voor haar ook best wel een nieuw project. Je moet je voorstellen dat zo'n project als een top traineeship, dat loopt inmiddels misschien wel 3 of 4 jaar. 5 jaar weer binnen Binnenlandse Zaken. Ze zijn begonnen met top, laat ik zeggen, voor de zittende ambtenaren. En top traineeship is daar later bijgekomen. Dat heeft ook een reden. En ik zie Amber nu. Dus ik geef Amber het woord. Het is voor haar ook vrij nieuw. En ze doet het hartstikke goed. Dit is Amber. Ja, dankjewel Tanja. En ook dankjewel Judith. Sorry, ik had weer even een issue met de connectie. Ook vanuit Nederland. En net zoals Judith heb ik ook een saaie achtergrond. Want ook bij BZK moeten we thuiswerken vanaf maart al. En waarschijnlijk mogen we niet tot volgend jaar naar kantoor. Dus uiteindelijk heb je dan ook niet zoveel aan een mooi kantoor. Mag ik mijn PowerPoint erbij hebben? Ja, ga je PowerPoint pakken. En Amber, als je ietsje langzamer en ietsje, nog ietsje harder. Dan hou ik mijn mond nu. Ja. Ik zal mijn best doen. En je kan zelf door. Ja, oké, super. Nou, welkom inderdaad. Ik wilde eerst even kort iets over mezelf vertellen en Tanja heeft al een kleine introductie gegeven. Maar ik ben inderdaad Amber Hof. Ik ben sinds kort werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nou, inmiddels eigenlijk al niet meer zo kort. Ik ben in maart begonnen, dus dat is nu een half jaar. Daarvoor heb ik bij Buitenlandse Zaken gewerkt, ook op Koninkrijkszaken. Dus wel al een tijd ervaring met het Caribisch gebied. En daarvoor een tijd op Aruba gewoond. Dus vanuit daar heb ik mijn link met de Cariben eigenlijk opgebouwd. Wat ik een superleuke baan vind. En ik heb nu ook inderdaad top traineeship erbij gekregen. En top Bonaire eigenlijk overal. Ontzettend uitdagend en blij dat ik dit mag doen. Ik zal eerst ook een korte achtergrond geven over top Bonaire. Ook Tanja heeft hier een korte inleiding voor gegeven. Onze staatssecretaris Knops is afgelopen week naar Bonaire gegaan. En toen heeft hij het ook al gezegd. De versterking van de bestuurskracht staat centraal. Dus Top Bonaire is destijds in 2016 opgericht door BZK en OLB samen. Met als doel om de capaciteit van het openbaar bestuur te versterken. Van onderaf. Toen vervolgens is ook het traineeship erbij gekomen. En nu hebben we inmiddels sinds dit jaar ook de denktank. Dus top Bonaire is eigenlijk een overkoepelende term voor de 3 verschillende stromingen. Primair is het opgericht op het versterken van het OLB. Maar nu hebben we ook allemaal andere overheidsinstanties en overheidsorganisaties erbij als onderdeel van de doelgroep. Waarom Top Bonaire? Voor onszelf is het nu inmiddels al een paar keer genoemd, dus vanuit BZK. Het versterken van de capaciteit, het brengen van talenten met een Caribische achtergrond terug naar Bonaire. Maar ook voor jullie is het interessant en goed om mee te doen. Het is een unieke carrièrekans. Het is al genoemd, op Bonaire werk je natuurlijk met andere beleidsstukken dan in Nederland. Het heeft te maken met de kleine schaal, ook met andere uitdagingen. Waar ik ook vanuit BZK en vroeger vanuit BZ meewerkte. En ik altijd heel erg interessant en uitdagend heb gevonden. Het zijn andere uitdagingen, maar dat maakt het niet minder leuk en interessant. Juist leuker en interessanter, zou ik zeggen. Soms zijn er creatievere oplossingen nodig. En andere denkwijzen. Daarnaast ook 80% van de deelnemers tot zover hebben een vast contract gekregen uiteindelijk. Geeft natuurlijk een vliegende start aan je carrière. En je krijgt er heel veel voor terug. Een leertraject, maar ook persoonlijke ontwikkeling,
community, netwerken. Er worden allerlei activiteiten omheen georganiseerd. Denk aan vrijwilligerswerk om terug te geven aan Bonaire zelf. Denk aan ook barbecue-achtige dingen. Om de community binnen Top te versterken en je netwerk ook te versterken. Voor mijn gevoel moet ik een beetje schreeuwen dat iedereen me hoort. Dus ik ben een beetje buiten adem soms. Dan, wat regelt BZK? Naast het leertraject wat je krijgt, natuurlijk organiseert BZK ook het een en ander rond de logistics. Dat je niet totaal in het diepe wordt gegooid als je op een erre aankomt of misschien weer terugkomt. BZK helpt je met de verhuizing door de vliegticket te regelen vanuit het land waar je op dat moment bent. Dus niet alleen vanuit Nederland, maar als je bijvoorbeeld op Aruba of Curaçao woont, ook vanuit die landen. BZK helpt met een container voor eventueel je meubels. De eerste 3 maanden krijg je een woonruimte toegewezen, gemobileerd en alles. Vervoer voor de eerste paar maanden helpen we ook bij. En indien nodig worden ook een aantal documenten vergoed. Bijvoorbeeld van het IND of wat er op mag komen. Dus dat is in grote lijnen wat BZK doet hiervoor. Voor ons heel nuttig en goed om de bestuurlijke ontwikkeling van Bonaire te promoten. En ook voor jullie een hele mooie kans om je carrière een vliegende start te geven en verder te ontwikkelen. Supergoed. Ja. Dankjewel, Amber. Nou, als jullie vragen hebben voor Amber, stel ze vooral in de chat. Amber, we hopen natuurlijk dat jij ook zelf snel naar Bonaire kan gaan. Hè? Om daar een beetje gevoel te krijgen. Je kent Bonaire waarschijnlijk misschien wel een beetje vanuit je periode Aruba. Ja, ik ben er een paar dagen geweest, maar ik zou het heel nuttig vinden om er wat langer te zijn en meer gevoel bij het eiland te krijgen. Ook natuurlijk wel heel anders. Dus ja, zeker als de coronamaatregelen het allemaal weer toelaten, dan kom ik zo snel mogelijk. Ja, hartstikke goed. Oké. Amber, dankjewel. Nou, als jullie vragen hebben, dan zien we ze wel komen. Dan wilde ik heel graag naar Gino. Ja, ik noem hem Gino. Gino Lito. Van het water- en energiebedrijf Bonaire. Dat is WEP. Gino, die is projectleider daar. En hij heeft een mooie PowerPoint en ook een filmpje. Ik denk dat we even met de PowerPoint gaan beginnen. Ja, daar ben je. Bon dia. Bon dia, bon dia. Bon tardi, iedereen. Dank je. Nou, ik hou mijn mond. Gino, ga je gang. Dank je wel, Tanja. Bombini, iedereen. Voor mij is het voor het eerste keer gewoon dat ik hiermee meedoe. Ik werd eigenlijk door de HR gewoon naar voren geduwd. Maar ik vind het gewoon heel leuk om jullie te overtuigen waarom WEP Bonaire gewoon de beste werkgever is op Bonaire. Om je training gewoon te gaan volgen. Ik heb een presentatie in elkaar gewoon gezet en die wil ik gewoon met jullie gewoon doorlopen. Zodat jullie meer informatie over WEP hebben en alle vragen die jullie wel tussendoor gewoon hebben, kunnen jullie wel stellen. Ik zal ze gewoon lezen en proberen gewoon meteen gewoon antwoord erop gewoon te geven. Ik heb gewoon de presentatie gedeeld. Eerst een introductie, dat zou ik wel gewoon via een filmpje gewoon doen. Daarna zal ik over de afdelingen van WEP gewoon vertellen. Waarom zou ik het, doe ik dat? Ik ben gewoon van de afdeling Project Management Office. En wij zijn gewoon de afdeling, wij zijn gewoon de spin, toevallig in de WEP. Dus dubbel WEP. En wij doen gewoon opdrachten voor alle afdelingen. En daarna sluit ik wel af gewoon met aantal plaatjes, foto's van projecten die onze afdeling gewoon doet. Dat zijn gewoon recente projecten. Maar ik begin gewoon eerst met een filmpje over WEP. Dan zal ik Luc gewoon vragen om de filmpje voor mij te zetten. Thank you.
un futuro duradero para Bonaire. Ora que nos imagina futuro, Hopi Bia nos ayuda a crear esa aquí. Web, de en cooperación estrecha con Contour Global, está monitoreando constantemente tecnología en nuevo y renovable y expande activamente nuestra infraestructura para acomodar la tecnología en machine moderno, para acomodar la tecnología en machine moderno y combustible múltiple y tecnología de combustible más limpia para un futuro duradero para Bonaire. En la próxima década, nuestro objetivo está para suministrar toda la gente en Bonaire tengo 70% de energía fuera de recursos renovables. SCADA está el corazón de nuestra organización. El sistema sofisticado de software y hardware está permitiendo web para monitorear, recompilar y procesar datos en tiempo real y eficiente fuera de varias localidades en Bonaire. Haciendo uso de datos aquí, el sistema de controlar el proceso de producción para que sea más eficiente posible. Web, junto con Contour Global, por estabilizar y optimizar costos de producción de energía, ayuda a Bonaire para estar autosuficiente en el terreno de producción de energía y no depender de importación de petróleo o fluctuación de precios en el mercado petrolero. El proyecto piloto aquí está situado en nuestra localidad, en Barcadera, y lo incluye un laboratorio y un baque para fo para hacer investigaciones necesarias. Para el motivo aquí, la expansión de nuestra planta de producción de agua en Jato está importante. Web lo sigue con producción de agua de bebé de calidad alto, usando la tecnología de reverse osmosis, y en el mismo momento, protege nuestro refrán de coral. Nuestra agua de crunchy está de calidad alto y safe para bebé. Y nos que estimula habitantes de Bonaire y visitantes para probar un de mejor agua de crunchy con mejor sabor en el mundo. Para reducir el impacto en el medio ambiente y nuestro ecosistema, Web está aplicando un programa de procesamiento sostenible de agua de cloaca y distribución de agua de irrigación. En el momento de usar el agua de irrigación, no solamente es que está contribuyendo a la sostenibilidad, sino también está prevenir que el agua de cloaca está baila man con lo mata el refrán de coral. La ecología frágil de refrán de coral está muy sensible a un cambio mínimo en la calidad de agua de la man. Nuestra comunidad en su totalidad está beneficiada de inversión en energía renovable y avance en tecnológico en el área de producción y manejo de energía. Energía renovable está proporciona energía confiable y diversificación de combustible, lo cual está mejora la seguridad de energía para la isla de Bonaire y está reducir la necesidad de importar petróleo. Junto, nos ayuda a proteger el recurso natural de Bonaire para ahora y para futuro generación. Aquí, la nos dulce destinación Blau. Dank u wel. Kunnen jullie mij nog horen? We hadden gewoon een langere versie, maar voor deze sessie wouden we het zo kort gewoon houden. Maar gewoon dat het wel gewoon een goed beeld gewoon geeft van wat wij gewoon binnen Web gewoon doen. Ik zou gewoon verder hierover gewoon hebben. Web is een van de grootste werkgevers van Bonaire, dus naast Mariadaal en de OLB. Wij zijn een bedrijf van circa 120 medewerkers. En het groeit gewoon zoals Bonaire gewoon zelf gewoon groeit. Ik herinner gewoon van 4 jaar geleden toen ik hier binnenkwam. Waren we onder de 100 medewerkers. En nu groeien we gewoon door. En er zijn gewoon meer functies die vrij gewoon komen. Wat doet Web eigenlijk? Onze core business is produceren en leveren van drinkwater, leveren van elektra. Wij zijn nu niet de producent. Wij kopen het gewoon in van derden en wij leveren het gewoon aan de bevolking. En wastewater, wij nemen afvalwater van hotels en huishoudens en wij verwerken het. En wij leveren het gewoon weer gewoon aan de eiland gewoon als irrigatiewater voor planten of landbouw.
dat soort activiteiten. Maar naast gewoon de core business heeft de afdeling, de organisatie ook al meerdere afdelingen. We hebben gewoon een service unit, we hebben gewoon een customer service die de klanten de service gewoon geeft. We hebben gewoon de board of director en waaronder HR en PM, project management ook wel gewoon eronder valt. Afdeling ICT en finance. Waarom noem ik wel gewoon al deze afdelingen? Omdat, zoals ik eerder gewoon zei, we hebben project management die geeft gewoon service aan al deze afdelingen. Wij zijn gewoon een heel gevarieerde afdeling. Wij kunnen vandaag een ICT-project gewoon doen, morgen een bouwproject, overmorgen een elektroproject. Dus helemaal gewoon multidisciplinair. Wij zijn gewoon niet gericht op één vakgebied. Terwijl meerdere van mijn collega's, projectleiders, die zijn eigenlijk gespecialiseerd op één vakgebied, maar ze zijn wel open-minded. Ze zijn gewoon wel leergierend om meer dingen gewoon te leren. En dat maakt het voor onze organisatie gewoon uniek en uitdagend voor degene die bij ons willen komen gewoon werken. Ik zal gewoon middels gewoon een aantal foto's en ik zal ook wel gewoon verder gewoon vertellen gewoon wat wij gewoon doen. Ik geef gewoon een voorbeeld. Dit is gewoon een recente project. Je ziet gewoon een oude en een nieuwe tank. Ze waren allebei gewoon oud, 30 jaar gewoon niet onderhouden. Watertank zijn ze. En een project van circa 2 miljoen is het onderhouden gewoon van deze tanks. Dus vanaf scratch moeten we gewoon de tanks gewoon weer gewoon nieuw gewoon maken. Dit is gewoon een nieuwe tank dat we ook aan het bouwen gewoon zijn. Helemaal anders. We werken gewoon met internationale bedrijven die ons hierin gewoon assisteert. Irrigatie, aanleg van irrigatieleidingen doen we ook wel zoals ik net heb uitgelegd. Wij nemen gewoon de afvalwater en we geven gewoon terug aan de hotels en huishoudens om voor landbouw en dergelijke. Hier, de plaatje gewoon beneden, de foto beneden, kun je gewoon zien onze installatie van wastewater, waar we gewoon de afvalwater gaan produceren, om het gewoon terug te leveren aan het eiland. Dit is gewoon een project dat ik zelf gewoon nu ermee gewoon bezig gewoon ben. Ik moet gewoon zeggen, iets heel kort gewoon over hoe het traject gewoon bij Web bij mij is gewoon gelopen. Ja. Ik heb in Nederland gestudeerd, op Curaçao geboren, in Nederland gestudeerd in Enschede. Daarna ben ik gewoon teruggekomen naar Curaçao, 2 jaar gewoon daar bij de olieraffinaderij gewerkt. Daarna gewoon besloten om naar Bonaire gewoon te komen. Kansen, niemand wou toentertijd naar Bonaire gaan komen, omdat het is saai, er is niks te doen, je kan niet shoppen. Maar ik zag wel gewoon meer gewoon in. Ik zag gewoon ontwikkeling. Ik zag gewoon ontwikkeling en ik zei gewoon van dit is gewoon de kans. Dit is gewoon het bedrijf gewoon waar ik gewoon naartoe gewoon wil werken. In 2016 begonnen als projectleider. Na 9 maanden naar projectmanager. En een jaar later ben ik project manager, major project gewoon geworden. Dus eigenlijk gewoon van kleine projecten van $10.000 doe ik nu gewoon projecten van 20, 30 miljoen. Ja, Gino, ik heb eigenlijk 2 vragen. 1, wat heb je gestudeerd? En 2, ik denk iets technisch als je in Enschede hebt gestudeerd en nu bij Web. Dat klopt. En 2, wat je over jezelf vertelt, dat is echt typisch volgens mij ook voor de eilanden. Je kan vrij snel carrière maken. En 3, kijk eventjes naar de vraag van Kevin straks, als je tijd hebt. Ja, dat zal ik wel gewoon zeker doen. Ik heb, mijn achtergrond en ik vind het gewoon een bijzondere carrière of gewoon opleiding dat ik heb gedaan. Je zou gewoon niet geloven, ik heb gewoon LTS gedaan, lager beroep onderwijs. Ik heb gewoon bijna gehuild toen ik dat gewoon hoorde dat ik daar naartoe gewoon moest. Maar ambitie, je wil gewoon meer. Dus daarna heb ik gewoon MTS ook wel gedaan.
bouwkunde. Daarna zei ik, ik wil gewoon breder gaan. Dus ik heb gekozen om bouwtechnische bedrijfskunde gewoon te doen in Enschede. Dus bouwkunde en bedrijfseconomie. En daarna heb ik wel, na afstuderen, dus in 3,5 jaar dat ik de studie heb afgemaakt, heb ik bij verschillende bedrijven in Nederland gewoon gewerkt. Maar alleen maar om mijn kennis gewoon te verbreden. Dus wat wij gewoon nu aan jullie gewoon bieden als training, heb ik zelf bij verschillende bedrijven gedaan. Maar het was voor mij gedacht om meer van elke bedrijf gewoon te leren, om daarna gewoon mijn werk hier gewoon goed gewoon te kunnen doen. De vraag van Kevin, zijn er mensen bij Webonaire die zich richten op specifieke veiligheid? Dat klopt. We hebben een veiligheidscoördinator. Alle projecten dat wij gewoon doen, moeten we gewoon aan de veiligheid voldoen. Anders wordt gewoon het werk gewoon gestopt. Maar het gaat gewoon wel breder. Het gaat gewoon heel breed. We hebben gewoon verschillende locaties, 5 locaties in totaal. En op al die locaties is veiligheid gewoon de persoon, de coördinator, is gewoon verantwoordelijk gewoon ervoor. En hij heeft gewoon zijn ploeg die dat ook wel gewoon onder zijn leiding gewoon organiseert. Ja, oké. Okay. Laten we even doorgaan met jouw presentatie. En ook even kijken naar wat jullie zoeken als trainee. Precies, we komen gewoon zo gewoon eraan. Dit is wat ik zei, gewoon, dit is gewoon een waterplant van 5600 kuub. Dat we gewoon ermee gewoon bezig zijn. We werken gewoon met een organisatie uit Israël. Dus het is heel breed. Je leert gewoon heel veel om met buitenlandse bedrijven ook wel gewoon te werken. Hier zie je gewoon de vloer waar de waterplant gewoon erop gewoon gaat komen. Dit is gewoon de locatie op Hato. Het is gewoon de waterproductielocatie waar de waterplant wordt gebouwd. Dit zijn gewoon foto's van uit China. Dus we werken ook met bedrijven uit China die de waterplant gewoon voor ons produceert en naar ons toe verscheept. Met alle uitdagingen van de corona moeten we ook wel gewoon doorgaan. Wat zoeken we? Wat zoeken we? Wij zijn gewoon een kleine afdeling van ik project manager en ik heb gewoon 2 project officers of projectleiders. En hetzelfde traject zoals ik net heb gewoon verteld dat ik heb gewoon gelopen, bieden we nu aan een trainee in de vorm van een project assistant. Een persoon die vanaf laag gewoon kan beginnen met het in de projectgebied. Dus je ondersteunt gewoon eerst gewoon de project manager. Je kan ook wel gewoon meewerken gewoon met de project officers. Je zou gewoon project gewoon meemaken vanaf A tot Z. Dus vanaf initiatie van een project tot het einde van het project. Zoals de heer van Mariadaal ook net zei, wij zijn gewoon kleinschalig. Bonaire is gewoon klein. Dus je krijgt, je gaat, de kans gewoon dat je hier gewoon krijgt, is dat je alle facetten van een project gewoon meemaakt. En dat maakt je gewoon sterker. Daar leer je gewoon heel veel gewoon van. Je krijgt gewoon te maken met interne en externe stakeholders. Dus met mensen van de overheid. Je kan gewoon een dag ook met een gedeputeerde gewoon zitten. Met een gezaghebber gewoon zitten. Of met de interne opdrachtgever. De afdelingen zoals ik net heb aangegeven. Je controleert gewoon projecten op financiële vlak. Administratief. Kwalitatief. Heel breed, alles wat met project gewoon te maken heeft, wordt gewoon erbij gewoon betrokken. Essentieel is, wij snappen, in één persoon kun je gewoon niet alle kennis gewoon hebben. Maar als je gewoon bereid bent om veel gewoon te leren, hier bij Bonaire is gewoon een organisatie waar je gewoon heel veel gewoon leert. En eenmaal gewoon dat je gewoon bij ons gewoon bent, dan zou je gewoon niet meer willen gaan. En zelf als je gaat, dan kun je gewoon overal gewoon zijn. Ja,
Ik zie een vraag van, je bent aanstekelijk enthousiast, Gino. Geef je tijd om even te kijken naar de vraag van Isaïe. Ja, natuurlijk wel. Elektro, HBO. Ja. zoals ik zei, wij doen gewoon opdracht gewoon voor alle afdelingen. Onze afdeling, er zit iemand gewoon met stoomtechniek achtergrond, iemand van elektrotechniek achtergrond, bij mij zelf bouw- en bedrijfskundige achtergrond. En iemand met een elektra achtergrond, die past gewoon precies, die past ook wel gewoon binnen de afdeling. Je gaat alleen maar gewoon merken dat je meer dan elektra ook gewoon gaat doen. Wij gaan gewoon je kennis op elektrogebied heel goed gewoon gebruiken. Maar je gaat heel veel meer gewoon dingen gewoon leren naast elektra. Robert Merenciana is mijn jongste collega binnen de organisatie. Hij maakt gewoon deel van project management. En als jij hem gewoon kent, als jij hem gewoon spreekt, er komt gewoon alleen maar gewoon positieve dingen gewoon van zijn mond uit van onze afdeling. Ja, mag ik vragen, Gino, denk je dat je zelf deze trainee gaat begeleiden en inwerken? Ja, dat klopt. Ik had toen ik van Nederland gewoon kwam, zei ik wel, ik wou altijd jongens, want meer connectie hebben gewoon met het bedrijfsleven. Ik begeleide in Nederland volgens mij bijna 3 à 4 jaar alle studenten die naar Enschede gewoon komen voor hun studie. Ik heb heel veel wel gezien dat jongens gewoon met een opleiding willen doen, maar ze hebben na 4, 5 jaar 6 opleidingen gedaan zonder een diploma gewoon hebben gehaald. En ik zei van, ik wil gewoon heel graag de jongens eigenlijk gewoon vanaf MTS of MBO meer connectie laten maken gewoon met het bedrijfsleven. En ik heb hier bij de cursus ook al bij ROA gedaan om studenten gewoon te begeleiden in hun traject. Ja, ik moet even, we moeten een beetje de tijd in de gaten houden. Er vragen ook mensen van, moet je per se iets in die richting hebben gestudeerd om te kunnen solliciteren? Dus ik zeg maar even, kunnen er ook juristen bij jullie werken of accountants of iemand in administratieve functie? En José Antonio vraagt, wat zijn de functie-eisen? Ja, toevallig zijn ze bezig ook wel zoeken ze naar een jurist. Het aantal jaar ervaring, dat weet ik niet precies, maar de mogelijkheid is er wel. En bij web komt altijd nieuwe vacatures wel gewoon tevoorschijn met verschillende achtergrond. ICT is ook wel iets gewoon dat we dringend op zoek gewoon zijn. We kunnen gewoon dat gewoon hier gewoon niet vinden. En het is heel moeilijk om... en we willen gewoon eigenlijk mensen met lokale achtergrond. Waarom? Omdat je krijgt wel Nederlandse jongeren die willen wel gewoon in deze kant gewoon komen, maar meestal na 1 of 2 jaar willen ze gewoon wel gewoon terug. De uitdaging is gewoon voorbij en we willen gewoon meer mensen met connectie voor het eiland. Ja, ik snap het. En José Antonio vraagt dus, wat zijn de functie-eisen? Kan je daar iets over zeggen? Functie-eisen voor de project assistant. Ja, technisch achtergrond is van belang. Ja. Administratief is ook wel ook belangrijk. Dus als je geen technisch achtergrond hebt, administratief achtergrond, die zou je ook wel gewoon helpen. Want je valt gewoon in de molen. En je krijgt heel veel dingen gewoon mee te maken. En als je open-minded bent om meer dingen gewoon te leren, dan is je achtergrond, die wordt gewoon minder belangrijk. Maar het gaat gewoon meer om het persoon, om heel veel gewoon te kunnen leren. Ja, ik ben zelf heel atechnisch. Anders zou ik zo naar Bonaire komen om niet te solliciteren. Ja, maar het geeft ook een hele moderne indruk, web. Alsof het een bedrijf van de toekomst. Jullie praten over sustainability bijvoorbeeld. Ja. We zijn gewoon druk gewoon ermee bezig. Wij willen over in
onze masterplan van 2030. Wij willen gewoon 60-65% duurzaam energie gewoon kunnen leveren. Wij zijn een van de eilanden die water produceert zonder chemicaliën gewoon erin gewoon te voegen. In Nederland wordt chemicaliën gewoon erin gewoon toegevoegd op Curaçao, op Aruba. En wij zijn gewoon het eiland gewoon zonder chemicaliën, omdat wij gewoon niet van de chemicaliën af kunnen. Dus daardoor gewoon door de wet regelgeving uit Nederland kunnen we, we produceren gewoon zonder chemicaliën. Ja, Gino, nou zei je zelf dat je van Curaçao komt. Ja. Bonaire, not a laugh. Kun je nog iets zeggen over waarom je het niet saai vindt en waarom het wel leuk is? En nee. The place to be misschien. Ja, voornamelijk, kijk, ja, ik zit ook wel in een levensfase dat ik zei van de drukte en alles wat ik wel als jong zijnde al heb meegemaakt. Ik ben nog steeds in de dertigste, dus ik ben niet zo oud, maar het is een andere fase in mijn leven. En hier op Bonaire is gewoon belangrijk je huisvesting, dat het leuk is. Als je huisvesting gewoon leuk is, met een aantal vrienden, leuke werk, vooral leuke werk, dan heb je gewoon alles. Je gaat gewoon niks anders gewoon missen. Een vakantie kun je altijd gewoon hebben, maar de belangrijkste is gewoon de huisvesting moet leuk gewoon zijn, je werk moet gewoon leuk zijn en je hebt gewoon leuke mensen, misschien minder dan dat je gewend gewoon bent. Dat maakt gewoon de plaats gewoon compleet gewoon voor ons hier. Oké, Gino. Mogen wij jou, ja, neem even een slokje hoor. Mogen wij jouw e-mailadres in de chat hier zetten? Want er zijn mensen die jou natuurlijk wel na afloop iets willen vragen. Natuurlijk wel. Ik zoek het ondertussen eventjes op. Het is heel belangrijk denk ik dat jij zelf zo enthousiast bent. Ja, ik zet hier eventjes jou. Oh ja, zijn sollicitaties ook mogelijk? Ja, ook sollicitaties zijn ook wel gewoon mogelijk. Ja, ik heb hier zijn mailadres. Zeker wel. Oh, ja. Hier staat het. Ja, op welk gebied moet ik mezelf ontwikkelen voordat ik kom? Wauw, Isa hier. Nou, ik zou zeggen, ik zou bijna het spreekwoordelijke biertje gaan drinken. Koffie. Start de volgende 26 september 2021 of januari. Ja, dat is een vraag voor Judith eigenlijk. Gino, blijf gewoon even hangen. We hebben ongeveer 5 minuutjes. Judith, ja, we hebben natuurlijk nu een niet typisch jaar, hè, vanwege de corona. Anders waren we natuurlijk gewoon al lang begonnen met, nu eigenlijk begonnen met traineeship. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een half jaar uitgesteld. Dus ik denk dat het... Ik spreek eventjes, ik zie Judith nog niet verschijnen, maar dat het nog een beetje onduidelijk is wanneer top volgend jaar begint. We deden het dus steeds altijd in september, weet je, om ook parallel te lopen met het top, dus niet alleen het trainee, maar met het toptraject. Maar ja, dit jaar is alles anders. Dus Jesse, ik ben bang dat we dat nog niet helemaal weten. Is voor jullie alles duidelijk wat betreft sollicitaties? Het is dus zo dat woensdag 23 september zijn wij in Den Haag. We zijn even aan het bekijken welke locaties. Maar woensdag 23 september zijn we tussen 5 en 7 in Den Haag. En dan is Judith er ook, fysiek, en ik ook. En de dag erna zijn we in Utrecht. Dat is donderdag 24 september. Dus woensdag 23 Den Haag tussen 5 en 7. En donderdag 24 september tussen 6 en 8... zijn we in Utrecht. En zegt Bernie ook bij Van der Sjoen Mariadal, zijn open sollicitaties welkom. Bernie, misschien ook vooral jullie websites bekijken, in de gaten houden. En waar moeten die sollicitaties heen bij FM? Oh ja, Gino zegt, ik ben ook te vinden op LinkedIn, heel goed. De sollicitaties bij FM, Bernie, hebben we daar een HR sollicitatiemailadres voor bij FM? Of moeten we allemaal Bernie bekogelen met onze brieven? En even kijken of Bernie nog daarop zou kunnen antwoorden. Van hoe moet je nou, als je nou enthousiast geworden bent,
door het verhaal van Bernie, die zegt, nou, aan de ene kant, we gaan de trainees, hè, we gaan jullie niet babysitten, maar wij staan absoluut open voor trainees. En FM was een van de eerste en meest, laat ik zeggen, trouwe organisaties die elk jaar weer tegen ons zeiden van, ja, trainees zijn hartstikke welkom. Ik ken er een paar die ook in vaste dienst zijn nu daar. En ze maken een heel gelukkige indruk op mij. Eentje is verliefd geworden en vader geworden. En de ander is moeder geworden. En dus een hele vruchtbare omgeving, geloof ik, om bij Fondation te werken. Bernie, mogen wij jouw mailadres bijvoorbeeld in de chat zetten voor de open sollicitaties? Of is er een ander mailadres? Ik hoop dat Bernie nog even reageert. Maar het is dus heel leuk om te zien, ja, er ontstaat natuurlijk van alles, Gino. Jij bent misschien ook een partner tegengekomen in Bonaire. Je kan verliefd worden, trouwen, kinderen krijgen, van alles. Ja, ja. Bernie, nee. Oké, tot slot dan eventjes misschien Judith nog. Voor, als Judith nog even in beeld zou kunnen komen voor de last final. Waar is Judith? Judith, ben je online? Ja. Ik ben online. Je bent, oh ja, nou dan heb jij nog een paar slotopmerkingen. Misschien even over de open sollicitaties bij FM. Oké, juist. Nou, de open sollicitaties, dat zal voor allemaal gelden. Daar hebben we het over buiten het traineeship om, hè? Wil jij je microfoon uitzetten? Zeg ik even tegen jou. Ja, je hebt je microfoon. Nu niet meer, denk ik. Oké. Open sollicitaties. Altijd welkom. Voor elke werkgever natuurlijk. Of dat een OLB is, of een web, of een FM. Ja. Enthousiaste mensen heb je net gehoord. Van web heb je gehoord van FM. Maar dat staat dus los van het traineeship. Bernie gaat heel even op zoek naar het algemene e-mailadres van onze personeelsafdeling. Volgens mij is het personeel at fundationmariadal.org. Nee. Oh, ze krijgen het. Bernie gaat tikken. Ik ben zelf heel enthousiast geworden over web. En ik wil wel zeggen, omdat ik inderdaad HR consultant ben, kom ik bij web over de vloer. Ik werk bij FM. Ik werk samen met ook het openbaar lichaam. Het zijn allemaal hele leuke organisaties om te werken. Allemaal anders. Maar wel ook allemaal in een traject van verjonging, vernieuwing, openstaan. En als er hier mensen zijn, niet van Bonaire, maar vooral van Aruba en Curaçao. Ciberdaad. Potato of bomama, lobisa buku e Bonaire ta laf. Pero ese nota e caso. Not at all. Bonaire is niet laf. Zeker in de afgelopen 10 jaar heeft het heel veel groei doorgemaakt. En niet alleen maar in heel veel mensen, maar groei in algemene zin. Groei in besef dat we met z'n allen effort moeten stoppen in een beter, in een mooier, in een efficiënter Bonaire voor ons en voor onze toekomst, voor de kinderen, voor jullie en voor jullie kinderen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En als je daaraan mee wil werken en je bent op zoek naar een leuke uitdaging voor minimaal 2 jaar. En we kunnen met heel trots zeggen dat alle kandidaten in de buurt zijn gebleven. En van alle trainees zijn er 2 hebben de overstap gemaakt naar Curaçao. De overige zijn allemaal op Bonaire. Dus dat is, zegt ook wel iets, denk ik. Als je dat wil, voorlopig op Bonaire. Je wil in een lerende omgeving gaan werken. Je wilt jezelf ontwikkelen. Je wil meedoen aan het bouwen van een community. Je houdt van een feestje en wat muziek af en toe op zijn tijd. Ga solliciteren. Hou de website in de gaten van Top Bonaire. Volg Tanja WeConnect op Facebook. Sluit je aan de live sessies op 23 en op 24 september. Ik kom en ik verwacht jullie eigenlijk allemaal te zien. Oké, hoppie bom. Nou, dankie. Bernie heeft inmiddels sollicitaties@fundationmariadal.org. En dan echt voor de close circle belhagen@fundationmariadal.org. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken, Gino. Ik denk dat jij heel veel berichtjes krijgt. Dankjewel voor jullie bijdrage, voor jullie enthousiasme, voor jullie warme verhaal over Bonaire. Ook veel dank, Bernie. Masha, dankie. We weten dat je het hoppie druk hebt. Fijn dat je erbij was. Amber, dank je wel. En jullie allemaal, tot 23 september in Den Haag of 24 september in Utrecht.
Bam. Dit is allemaal terug te lezen met dank aan Luc. En terug te kijken. Ik denk vanaf vrijdag. Dus je krijgt vanzelf, als je registreerd hebt voor dit mooie webinar, krijg je een mailtje waarin je dit nog helemaal eventjes terug kan kijken. Je kunt het ook delen met de andere mensen. Dus dank voor jullie aandacht en tot gauw graag. Ajo! Ja, dit is Ajo.